Stella, dit is ongeveer het eenvoudigste recept wat er bestaat. Oh, oké. Okay. 250 gram gedroogde abrikozen. Maar inmiddels zijn ze geweld. Natuurlijk, ik heb ze een paar uur geleden in 250 gram heet water gezet. Dan krijg je dit. Die zijn zacht. Hè? Oh, heerlijk. 250, 250. In het boek staat 200, 200. Omdat toen de boxjes 200 bevatten. Want dat vind ik makkelijk voor de mensen. Die halen dan abrikozen in de supermarkt. En ja, als ik dan 300 ga zeggen en het zijn bakjes van 200. Dus ik, en nu ja. doen we 250 omdat dat er nu in zit. Om wat voor reden dan ook. Dit gaan we op een kookplaatje zetten. 250 gram suiker. Dus alles hetzelfde. Abrikozen, suiker en water. Ga jij dat nu even doorroeren? Kijk, ik heb hier een citroen. Ja. Die schil ik. En de schil gaat straks in de griesmeelpudding. En het citroensap, dat gaat er bij jou in. We knijpen hem even gewoon zo uit. Ik doe dit even op de zeef, je ziet het al. Want allemaal pitjes, die wil ik er niet in hebben. Zo. Dan krijg je net even een frisse smaak. Ja. Sap van een citroen. Nou, hij kookt zo. Dit is dus alle gelijke delen en het sap van een citroen. Hè? Ja. Hoe eenvoudig wil je het hebben? Heerlijk bij blancmanger. Kijk, Stella, we hebben hem eraf gehaald. Ja. Hij heeft goed gekookt. We hebben hier gekozen voor de gedroogde Turkse abrikoos. Maar bij een betere notenhandel heb je ongezwavelde abrikozen. Die hebben we nu even niet gebruikt. Want dan gaan mensen weer zoeken. En als er in hun dorp of stadje geen goede notenhandel zit waar ze ongezwavelde hebben, dan kunnen ze het weer niet doen. Nee. Dus dit is al lekker, maar de ongezwavelde is heel erg lekker. Zet hem er maar in. Ga maar een beetje herrie maken. Ja. Ja, gewoon een beetje aftasten. Ja. En onderblijven, dan spat het op. Ja. Gewoon door blijven drukken hoor. Ja, dat doe ik ook. Oké. Okay. Ja, en nu even rondgaan zo. Heel even, ik doe het niet beter hoor. Maar er zitten nu nog stukjes in. En het mag eigenlijk best. Dat is wel lekker toch? Vind ik lekkerder. Ja, ik ook. Kijk. Nou. Stel dat je het nou echt helemaal fijn wil hebben. Dan ga je nog een poosje door met dat ding. En dan wrijf je door een zeef. Maar dit is gewoon prima. Zo serveer je hem straks bij de griesmeelpudding. Mocht die nou na afkoeling te dik zijn, ik denk het niet, maar dit mag. Dus een klein beetje water. Dus dat is wel een heel eenvoudige oplossing. Gewoon als je hem bewaart in de koelkast en hij wordt wat te dik naar je zin, een scheutje water. Hè? Ja. Zo simpel is het. Klaar. Heb je nog meer trek? Er staan op FoodTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.